camera. Twee camera. Drie. Jullie zijn bezig met de opnames, hoe gaat het? Gaat hartstikke goed. We zijn inmiddels al anderhalve maand bezig en het bevalt ons behoorlijk in Sneek. Ja, gezellige sfeer hier. Zeker, ja, heb je het gezien? Er staan alleen maar juichende, feestende Friezen voor ons op de set. Nou ja, wat kunnen we ons nog meer wensen? Ook een beetje meegekregen van de Friese tradities? Ja, een aantal. Zeker tijdens Sneekweek. Scootjesielen hebben we uiteraard gezien. We eten elke dag suikerbollen, dus nou ja, we zijn al redelijk ingeburgerd. Viraljeppen heb ik helaas nog niet kunnen doen. Gezien wel. Wel gezien, maar dus wellicht dat we het zelf ook nog een keer mogen doen. Zou dat tof zijn? Als we dat nog, en dan moeten we dat wel filmen. Ja, moet zeker. Vastgelegd worden dan. Moet vastgelegd worden. Hoe lang gaan jullie nog door met de opnames? Nog een week en dan zijn we klaar. Jammer. Ja, altijd jammer. Ik bedoel, we hebben het onwijs naar ons zien met z'n allen. We vinden Friesland te gek, dus, maar we komen zeker snel terug. Hi, ik ben Holly. En ik ben Jelle. En samen zijn wij Holly en Jelle. Hi. Jullie doen mij aan de Sneekweek film. Hoe vinden jullie dit? Nou, we vinden het heel leuk. Ja, als je kijkt nu, we draaien vandaag een scène die zich weer afspeelt tijdens de Sneekweek. Nou, we zitten inmiddels bijna in oktober. Dus we zitten al lang niet meer in die tijd. Maar je ziet het, ze hebben grandioos uitgepakt met boten. Bijna 600 man figuratie om dat weer na te bootsen, hoe dat toen was. Dus het ziet er spectaculair uit. Lijkt het zoals het echt was? Nou, wij zijn er één dag geweest, de eerste dag. En ik moet zeggen, het was toen wel drukker. Maar er zijn wel heel veel mensen gekomen en dat is gewoon heel tof. En ik denk dat we het wel kunnen creëren als hoe het er echt uitziet. Wat voor scènes hebben jullie inmiddels gedaan? Ja, we hebben al heel veel opgenomen. We zitten bijna in de laatste week. De film gaat dus over 6 vrienden die naar de Sneekweek gaan om daar mee te doen aan de zeilwedstrijden. En tijdens die week worden zij achtervolgd door een geheim uit het verleden. En daardoor ontstaan de meest bizarre, spannende en zenuwslopende en ook komische situaties. En ze belanden dus van grote feesten naar wilde achtervolgingen midden in de nacht. En alles zit erin, dus we hebben al heel veel opgenomen en ook al wat teruggezien. Ja. Het zag er goed uit? Ik ben blij. Maar we hebben kleine stukjes gezien en het ziet er gewoon heel mooi uit op beeld. En het is gewoon heel leuk om het terug te zien waar je zo lang voor hebt gewerkt. Het is een beetje een enge film aan het worden. Wat is de engste scène van jullie? Ja, dat mogen wij natuurlijk niet vertellen. Maar er zitten heel veel echt wel enge dingen in, eigenlijk. Dus wij denken dat het heel zenuwslopend en spannend wordt, ja. Mijn naam is Martijn. Martijn Heijnen, ik ben de regisseur van Sneekweek. Wat zijn jullie vandaag aan het doen? We draaien hier de entree van de Sneekweek. Onze helden komen aan in Sneek, aan het begin van de film. En dan, zoals je ziet, is het feestje in volle gang. Hoe gaat het? Gaat supergoed. Ik ben heel blij dat het droog is. Heel goed. Het is Jelle de Jong, een van onze acteurs. Het gaat hartstikke goed, het ziet er top uit. Dus ik ben heel tevreden. En ook veel mensen, veel figuranten? Zoals je ziet, het zijn er volgens mij 450 ongeveer. Dus dat is best een goede opkomst. Wie speelt er allemaal mee in de film? Jelle de Jong, die je net even langs zag komen. Carolien Spoor speelt de hoofdrol. We hebben Jutta Wongloy Singh, Holly Brood, Ferry Doedens, Marley van der Velde. Rutger Vink, ik kan nog wel even doorgaan. Het zijn er een heleboel. Diederik Ebbingen, Sanne Langelaar, David Lucier. Een heleboel. Wat kan je over de film vertellen?
Dat het een hele spannende en een hele grappige film wordt. En dat het er hopelijk ontzettend goed uit gaat zien. Dus ik hoop dat iedereen komt kijken. Jullie hebben al meerdere dagen gedraaid. Hoe ver zijn jullie nou? Sorry, wat zijn? Jullie hebben al meerdere dagen gedraaid. Hoe ver zijn jullie nou? We hebben nog 6 draaidagen. We hebben er nu 24 gehad, geloof ik, of 25. Dus we zijn aan een heel eind. Het is bijna klaar. Bijna klaar. Laatste loodjes. En wanneer wordt de film vertoond? Eind januari is hij in de bioscoop.